Er zijn een aantal indicatoren waar je dat aan zou kunnen merken. Een van de belangrijke is dat de koers al ongeveer een jaar stabiel is. De koers is al een jaar stabiel. Het IMF zegt ook in haar rapport dat zij geconstateerd hebben dat de inflatie een dalende trend ingezet heeft. Maar tegelijkertijd zeggen we ook dat wij geconfronteerd worden met zaken die wij niet zelf in de hand hebben, zoals de stijging van prijzen van goederen en diensten en brandstof in de wereld vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dus daar worden wij mee geconfronteerd. En dat zegt het IMF ook in het rapport, dat wij daar maatregelen op moeten treffen. Omdat anderzijds wij ook wat meevallers hebben. En dat wij die meevallers moeten gebruiken om die effecten zo goed mogelijk op te vangen. We gaan het niet volledig kunnen opvangen, maar zo goed mogelijk op te vangen. Een ander indicator is de begroting. Het begrotingstekort, het financieringstekort, is behoorlijk afgenomen en is op niveau wat het normaliter, misschien nog een beetje te hoog, maar normaliter zal moeten zijn. Maar de lopende rekening is na jaren positief. De uitgaven voor de sociale uitkeringen bleven achter bij de doelstellingen van de regering. Hè? Er worden verdere maatregelen, zoals u net zei, genomen om de arme huishoudens te ondersteunen. Toch zeggen mensen, waar is dat sociaal vangnet? Waar is het? Is het niet een idee dan om al die maatregelen in het kader van dus dat sociaal vangnet in één document te doen en die dan te publiceren, zodat mensen weten van, kijk, dit hoort erbij, dat hoort erbij? Ik neem uw advies ter harte, want dat document is er hoor, meneer Truideman. Het is niet dat wij op eilandjes werken. Dat document is er, het samenhangend sociaal programma is er. En misschien moeten we dat inderdaad wat meer bekendheid aangeven.